Cleopatra Jesruun van Volksgezondheid is bij de gisteren gehouden COVID-19-update uitvoerig ingegaan op de richtlijnen die er worden gevolgd om landgenoten terug te halen uit het buitenland. Als besmette gevallen zich hebben aangediend, zijn er volgens haar ook extra voorzieningen getroffen om die situaties te kunnen opvangen. Tijdens de vlucht sturen wij artsen ook mee. De artsen zijn in de vlucht aanwezig. De mensen worden wanneer ze aan boord komen gescreend. En wanneer ze worden gescreend, als er iemand ziek mocht blijken te zijn, is er ook een speciale isolatieruimte gecreëerd in het vliegtuig, de laatste rij, waar zo iemand die misschien hoest of klachten heeft, wordt geplaatst onder supervisie en monitoring van de artsen. De crew heeft alle richtlijnen ook gehad die doorgelopen zijn met ze step by step. De crew komt in de business class ook afgeschermd en wordt ook ondersteund door de artsen. Over de intercom wordt er adviezen gegeven aan de mensen aan boord. Wat ze moeten verwachten van een thuisquarantaine. Wat ze kunnen verwachten van de overheidsquarantaine. En als de mensen vragen hebben, kunnen zij die stellen. De mensen worden allemaal voorzien van een mondkapje. En wanneer ze eenmaal zijn geland op Surinaams grondgebied, dan gaat de screening op Zanderij ook nog door de Port Health Officers. Er worden contactgegevens van ze opgenomen. Voorafgaand hebben we dus al de screening gedaan wie in thuisquarantaine gaat, wie in overheidsquarantaine gaat. De mensen gaan dat ook bekendgemaakt worden, aan de mensen gaat worden doorgegeven voor welke quarantaine zal worden gezorgd. En dan mogen ze naar hun plek van bestemming. Volgens Jesruun vinden er eerst inspecties plaats bij landgenoten die na terugkomst in quarantaine moeten. Daarbij wordt nagegaan of de gekozen plekken voldoen aan de gestelde eisen van het COVID-19 management team. Dan vraag ik ook aan de families thuis die een bezoek ontvangen. Ze mensen zullen zich legitimeren met een bewijs. Ze zullen ook aangeven dat ze komen omdat ze zijn komen de inspectie komen doen als de thuisquarantaine wel geschikt genoeg is. Want zo niet zal zo'n persoon dus wel in overheidsquarantaine moeten gaan. Ik heb gehoord dat het voor vandaag uitstekend is gegaan en dat vele mensen die nog terug moeten komen met een paar vluchten, dat hun thuissituatie is bekeken. In elk geval weten we dus dat er vanuit VG al een go is gegeven voor een vlucht die nog uit Sint Maarten met enkele mensen moet komen. En we zijn nu drukdoende te kijken naar de mogelijkheid voor Belém en voor Miami. Geef ons nog even de ruimte daarvoor.